Mijn naam is Esther Vermeer en ik ben accountmanager, projectmanager op een evenementenlocatie. We zijn op Fort Voordorp. Fort Voordorp maakt onderdeel uit van de Nieuw-Hollandse Waterlinie. Die loopt van Muiden naar de Wiesbos en er liggen allemaal forten aan. Is aangekocht op enig moment, gerestaureerd, gerenoveerd en in gebruik als evenementenlocatie voor de zakelijke markt. Eigenlijk de hoofdentree. Als het in gebruik is, dan is dit de hoofdentree. En dit waren vroeger slaapzalen, die halve ronde ruimtes. Want het fort was toen eigenlijk alleen maar dit vroeger. Dus wat je ziet als je over de brug komt met al die rode deuren. En achter iedere rode deur zit zo'n ruimte als deze. En hier begint de aanbouw. Dus dat hebben ze destijds aangebouwd. Dus dit is nieuw. Dus dit is eigenlijk een soort transferruimte, noemde ik het altijd maar. En die kant naar het toiletten gaat en die kant naar de keuken. Waar allerlei subruimtes op uitkomen van het fort die we tijdens congressen gebruikten. En dit was eigenlijk de grootste ruimte die we hadden. Nou, je ziet wel kaal momenteel. We hadden eigenlijk net verbouwd voordat dit allemaal ging spelen. We hadden een nieuwe bar, we hadden een nieuw meubilair. Nieuwe akoestische materialen, nieuwe verlichting. Alles nieuw. Toen kwam corona en toen ging het heel erg hard. Wat je zag was dat er een soort paniek ontstond bij sommige opdrachtgevers. Bij anderen ook weer helemaal niet. Dus er was ook wel zoiets van, nou ja, misschien moeten we dit met z'n allen even uitzitten. En dan, dan zijn we straks gaan we richting de zomer. Dan wordt het allemaal weer warm en dan dooft dat virus uit. En dan gaan we gewoon weer lekker verder. En dat zag je ook, want je zag de agenda een beetje verschuiven. Dus alles van het vroege voorjaar ging naar het late voorjaar, zo tegen die zomervakantie aan. Nog prima eigenlijk. Sommige dingen gingen naar het najaar. Dan merk je ook waar traditioneel het altijd heel erg druk is in het najaar. Dat het daar ook druk in de agenda werd, want alles van het voorjaar moest er ook nog bij. En het was altijd al zo vol daar. Ja, en toen merkte je gewoon dat die stip op de horizon die je eerst nog leek te zijn, die verdween. Dus ook alle evenementen die naar het late voorjaar verschoven waren, die gingen daar weg, die gingen naar het najaar. Vervolgens zag je het najaar helemaal leeglopen, dat ging naar het volgende voorjaar. Ja, en toen was het gewoon stil. Toen ging de telefoon niet meer, toen kwamen de aanvragen niet meer. En dan moet je met z'n allen natuurlijk wel gaan nadenken van wat betekent dat? Want het is nogal wat. We hebben natuurlijk een monumentale locatie uit 1869 met hoge exploitatiekosten. Wat ga je doen? Ga je wachten op je weet niet wat en je weet niet wanneer? Of neem je misschien een heel ingrijpend besluit wat voor niemand leuk is, maar en wat misschien ook wel vroeg lijkt qua tijd, maar wat misschien wel het verstandigste is? Dus we hebben eigenlijk de BV voor het Voordorp beëindigd. Alle opdrachtgevers geïnformeerd en alle rekeningen netjes betaald. En toen hebben we afscheid van elkaar genomen. En toen werd het voor ons allemaal stil. Dus nu is het eigenlijk de eerste keer dat ik er weer ben, sinds begin mei. Het feit dat het fort gestopt is, heeft ook lokaal consequenties voor toeleveranciers natuurlijk. Ja, we zijn natuurlijk al heel wat jaren bezig, 23 jaar operationeel geweest. En heel veel leveranciers, partners eigenlijk meer, gaan al heel lang met ons mee. Dat geldt voor de groenvoorziening, dat geldt voor strooien in tijden van sneeuw en gladheid. Onze AV-leverancier voor lichtbeeld en geluid. Onze cateraars waar we al jaren mee werken. De tentenbouwer, de bloemist, de bakker. En noem maar op die al zoveel jaren met ons meewerkte. Daar vielen wij natuurlijk ook weg. Dus daar was je voor sommige partijen echt een belangrijk deel van de omzet. Ja, en als dan de een na de andere locatie bij hen zegt van we kunnen even niet meer, we mogen even niet meer, dan heeft dat zoveel consequenties. En dat is wat je ook steeds ziet in de pers. Het gaat heel veel over cultuur. Het duurde heel lang voordat evenementen goed op het netvlies zaten bij iedereen. En dat ook al die toeleveranciers. Het is niet alleen de locatie en alleen het personeel, maar alles wat daar bij komt kijken. Dus het zijn honderdduizenden mensen die
die getroffen zijn. En die natuurlijk nu wel steun krijgen, maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg, dus daar gaan er echt nog heel veel van omvallen.